verdedigen. Net doen of je niet ziet. Kijk, de camera dan. Net doen of je niet ziet. Ja, verlies die Kunst en Genoegen is een vereniging, een muziekvereniging, bestaande uit drie orkesten. De instrumenten, de uniformen, het gebouw, alles wat we nodig hebben om deze vereniging te laten draaien, is in principe in eigendom van de vereniging. Het is een probleem om het overeind te houden, maar het bestuur en de leden en heel veel medewerkers, vrijwilligers die rond de korps heen lopen, die zorgen ervoor dat dat toch allemaal mogelijk is. We hebben om die orkesten goed op te kunnen leiden en goed te kunnen dirigeren en de choreografie daarvoor te kunnen verzorgen. Drie beroepsinstructeurs in dienst. Die beroepsinstructeurs die zijn van de Marinierskapel afkomstig. Eén meneer daarvan is al gepensioneerd in de tussentijd, maar die heeft u al gezien, meneer Fuik. Pepijn, jongen, wat verdomme. Links, 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 twee, drie, vier, links, links, links. Links, links. Het grote probleem is het geld. Het geld krijgen we binnen door optredens te verzorgen in binnen- en buitenland. Taptoes, optochten en dat soort zaken. En natuurlijk contributie van leden en andere zaken. Soms sponsors, incidenteel. Links, 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 links. Hoi, moet je mee? Ja. Er staat koffie te koken. Oh, ja.
Ik heb nog een foto. Mijn naam is Pepijn Heidera. Ik ben 18 jaar. We hebben vroeger een koning gehad in Nederland, die Pepijn heette. Maar met die bedoeling hebben mijn ouders mijn naam niet gegeven. Ook Heidera heeft een betekenis. Namelijk de naam van zevenkoppige waterdraak. Maar ook dat is mij niet speciaal meegegeven. Mijn moeder die beeldhoudt veel. Ze schildert. Ze heeft er erg druk mee, ook met de boot onderhouden. Dat is op zich een hele leuke boot, omdat er namelijk ook piano in staat. En altijd als er vrienden of kennissen zijn, dan vraagt mijn vader altijd om even de moelaasje inderdaad te spelen. Dus gecomponeerd door Beethoven. En dat heeft hij zo'n kleine man gespeeld. Hoe speelt hij nog? Ja, dat is wel elkaar geloof ik of zo. Ja. Mijn vader is scheepsbouwer. Hij heeft een scheepswerf gehad, al heel lang. Daarvoor heeft hij op een andere scheepswerf gewerkt. Hij bouwde zeilboten. De meeste waren zo rond de 12, 13 meter lang. Ze bijna allemaal werden als kant-en-klaar afgeleverd. Sommige ook met schilderwerk. En met motor erin. Maar hij raadde me toch aan om niet de scheepswerf over te nemen, omdat je later veel milieuproblemen krijgt. Er zit veel stress erbij. Dat soort dingen. Samen besloten we dus om bij Fokker mijn eigen aan te melden. Het was een tweejarige opleiding. De opleiding heb ik dus afgerond. En na het examen ben ik mijn eigen aangemeld bij een bedrijf. Het is een heel leuk bedrijf is dat. Er werken allemaal jonge mensen. Er wordt muziek gemaakt. Jouw vriendin is ook aardig sterk. Toen ik daar dus eenmaal een week of twee gewerkt had en hij hoorde dat ik piano speelde en dat soort dingen. Toen kwam ik de volgende dag in de kantine en toen stond er een piano. Dat hij speciaal voor mij gekocht. Hij was wel een beetje vals en hij ging een beetje zwaar, maar het kwam uit een goed hart. Een van de dingen waar ik de meeste tijd aan heb. Afgezien van mijn werk natuurlijk.
mooiste instrument was een blokfluit. Ik heb de piano gespeeld. Zat er bij mij in de klas een jongen op school. En die zat bij KNG. Dus toen dacht ik tot mezelf, nou, dat lijkt mij wel hartstikke leuk. Dus zo was ik ertoe gekomen om dus mijn eigen aan te melden als lid. Tweejarige studie bij KNG ben ik trompet gaan spelen. Toen ik dat een jaar of drie gedaan had, toen ben ik vroeg eens of ik trombone wilde spelen. Toen speelde ik bas trombone samen met nog iemand bij de junioren. Toen was ik 11, 12 jaar. Toen ik dat 3 jaar gedaan had, toen kochten ze een sousaphone. En dat speel ik dus nu nog bij, nu inmiddels bij de senioren. Daar op KNG zit is heel erg leuk, omdat het is een mannenvereniging. Als ze dus aan het repeteren zijn, dan is het heel serieus, maar en dat is ook zo met de repetities. Dat er moet niet te veel gepraat worden, helemaal niet. Er moet gewoon serieus gewerkt worden. Alles moet perfect gaan. Iedereen die doet gewoon wat voorgeschreven is. Er is gewoon een hele goede discipline in het orkest. Ja, dat trekt mij gewoon aan, omdat... We hebben ook veel belangrijke optredens met de vereniging. We hebben onder andere een tijd geleden voor de koningin gespeeld. Ja, dat zijn toch een van de hoogtepunten. Ik ben natuurlijk uitzondering van het VMC, wat natuurlijk het hoogtepunt is. Je kijkt niet in de ronde, maar je kijkt toch langs je ooghoeken. En je ziet dan 30.000 man zitten. En ze zijn er gewoon allemaal voor ons. En iedereen applaudisseert. Ja, zo'n ervaring, dat maak je gewoon, anders maak je dat nooit mee. Het is gewoon fantastisch zoiets. En je denkt er wel eens tot jezelf van, ja, wereldkampioen. En ja, je kunt het gewoon niet voorstellen om ja, tot het idee te komen van, ja, beste van de wereld. Of zoiets, ja, zoiets moet je dan toch denken. Zeker de show die we dus voor Kerkraden gaan spelen, is toch wat anders dan de marsmuziek. Het is van de bestaande musical. En het is gewoon fantastische muziek. Show gelopen voor het publiek.
lijkt mij, als je daar dus eenmaal bij bent geweest en als je de tijd ervoor hebt meegemaakt en dan dus op een gegeven moment WMC bij je dus, dat je daar weer een kampioen mee kan worden. Ja, ik verwacht ervan dat we gewoon heel goed ons best doen. En gewoon als we dus helemaal klaar zijn, dat we gewoon kunnen zeggen van nou, we konden gewoon niet beter.
In de toekomst hoop ik ook nog vele jaren muziek te maken. Zeker piano. En ook zeker op KNG. En ik denk dat ik altijd wel bas zal blijven spelen. Een beetje op de achtergrond. Soms ook niet. Maar meestal zit je natuurlijk op de achtergrond.